Turbo's op futures. BNP Paribas geeft turbo's uit op grondstoffen, obligaties en de volatiliteitsindex, de VIX. In deze markten, edelmetalen uitgezonderd, komt de prijsvorming voornamelijk tot stand in de termijnmarkt. De termijnmarkt gaat over de prijs voor het leveren van grondstoffen of obligaties op een bepaald moment in de toekomst. De onderliggende waarde van deze turbo is daarom niet de dagprijs, maar de waarde van de future. De koers van een future die kan afwijken van de dagprijs. Een turbo heeft geen vaste looptijd, een future heeft dat wel. Om die reden worden de onderliggende futures van een turbo voor de afloopdatum doorgerold naar een future met een langere looptijd. Doorrollen, dat wil zeggen dat de onderliggende future wordt verkocht en er een langer lopende future in de plaats voor wordt teruggekocht. Futureprijzen zullen zich anders ontwikkelen dan de dagprijs als gevolg van vraag- en aanbodverwachtingen in de toekomst en als gevolg van de zogenaamde cost of carry. De kosten die moeten worden gemaakt voor het aanhouden van een grondstof of obligatie tot het moment van levering. Ook is het mogelijk dat er tijdens het doorrollen prijsverschillen tussen de futures van de verschillende looptijden optreden. Deze prijsverschillen die worden verwerkt in het financieringsniveau van de turbo. Dit kan een positief of een negatief effect hebben op de waarde. Al deze kenmerken die leiden daartoe dat de waardeontwikkeling van turbo's op futures afhankelijk is van de koersontwikkeling van de onderliggende waarde, van vraag- en aanbodverwachtingen, van de cost of carry en de wisselkoers. Omdat dat afwijkt van een turbo bijvoorbeeld op een Nederlands aandeel, is het echt belangrijk dat u zich vooraf eerst goed verdiept in de werking van futures voordat u een turbo op een future koopt.